Een nieuw e-commerce platform. Waarom moet het eigenlijk zoveel geld kosten? En wat krijg je dan voor die... Wat was het, Peter? Voor die minimaal 2 ton. Zo, ja. Oké, daar moeten we het dus echt wel even over hebben. En dat komt goed uit, want dit is Enrise Business Talks, waar we het hebben over jouw e-commerce business. En om het daarover te hebben, zit ik hier aan tafel met Pim van der Linden. Pim heeft een salesrol hier binnen Enrise. En met Michel Harskamp, die is product owner. Ik begin even met jou, Pim. Sales. Je bent sales, maar dit is best wel een bijzondere organisatie. Kun je iets meer vertellen over deze organisatie en hoe jouw rol daarbij past? Ja, Enrise is een 100% zelfsturende organisatie. Dat betekent dat teams eigenlijk zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen sales. En ik ben daar vooral om te begeleiden. Dus ik probeer ze zo goed mogelijk in contact te brengen met de klanten met onze verschillende teams. En eigenlijk de belangen van iedereen af te stemmen op elkaar. En zorgen dat alles gewoon vlekkeloos verloopt. De juiste vragen worden gesteld. En gewoon vooral aansturen op een goede samenwerking met elkaar. Oké, nou je spreekt dus nog wel eens een klant. Dat komt goed uit. Want die klant die stelt jou natuurlijk ook die hamvraag van ja, die 2 ton, of die dik 2 ton zelfs. Ja. Wat krijg ik daar dan voor, Pim? Ja. Ja, ik kan, dat is best veel geld. Ik kan voorstellen dat je dat er moet een beetje je schoenen zitten als e-commerce manager. En je net je bureauselectie hebt gedaan en je 5 offertes in je mailbox krijgt van 2, 3, 4 en misschien wel 5 ton. Daar word je natuurlijk niet vrolijk van. Maar dat is denk ik eerder een teken dat je, als je daarvan schrikt, dat je misschien niet goed hebt voorbereid. Dus dat je bijvoorbeeld niet goed een onderzoek hebt gedaan eerst naar wat kost nou een e-commerce platform. En waar moet bijvoorbeeld mijn e-commerce platform aan voordoen? Je kan bijvoorbeeld in een ruim onderzoek van tevoren kan je heel goed kijken. Is het bijvoorbeeld alleen maar een plug-and-play platform wat we nodig hebben? Of is het een e-commerce platform wat we volledig in ons systeemlandschap moeten integreren met allerlei externe koppelingen? Maar hoe maak je dan eigenlijk een offerte op het moment dat je klanten hebt die waarvan je denkt van nou, volgens mij moeten we er nog wat dieper induiken met z'n allen? Nou, wat je dan vooral eigenlijk probeert is zeker geen offerte te maken voor het complete eindtraject, het eindproduct. Sowieso, een e-commerce platform is wat ons betreft geen eindproduct, maar een levend stuk online technologie. Je zou het eigenlijk Een levend stuk online technologie. Ja, nou ja. ik heb pas 2 kopjes koffie op, dus je moet een beetje down to earth. Ja, sorry, ik zal proberen wat meer plat te slaan. Kijk, wat je kan het stap voor stap aanpakken. En ik denk dat dat de manier is. Dus stap 1 is inventariseren wat je al hebt en waar je naartoe zou willen. Dat is denk ik stap 1. En dan kom je vanzelf erachter wat een beetje de investering moet gaan zijn voor waar je naartoe wilt. Dus voor de toekomst. En de offerte die je maakt is ook in stappen eigenlijk. Dus je zou nooit kunnen uitvragen, doe mij een e-commerce platform 100% met alle wensen die ik heb. Maar je zou eigenlijk moeten zeggen, doe in ieder geval een onderzoek naar het platform, stap 1. Stap 2 is, hoeveel capaciteit denk ik in de eerste paar maanden nodig te hebben voor fase 1? Of wat kost een ontwikkelteam mij als ik die 2 of 4 of 6 weken aan het werk zet? Dus meer op die manier eigenlijk proberen het project aan te pakken. Gewoon een agile manier. Ja, ik zeg het nog agile. Even. Hij zei agile, ja. Ja, sorry. Ja, we hebben een product owner aan tafel. Ja, dus die weet er alles van. We gaan het sowieso over agile hebben, ja. Maar ik neem aan dat je het dan wel over een nieuwbouwplatform hebt. Is die keuze dan al gemaakt? Hoe maak je die keuze voor nieuwbouwmaatwerk? Ik denk dat wij altijd de deur open laten. Omdat we in de eerste fase het liefst onafhankelijk advies geven, is altijd ook een van de overwegingen, is het bestaande platform goed genoeg? Kunnen we die uitbreiden met bijvoorbeeld bepaalde lagen eromheen of onderdelen ernaast? We zullen niet meteen zeggen, er moet iets nieuws komen. Maar meestal beginnen klanten daar zelf al over. Dat ze zeggen, ja, bestaande omgeving zit zo verweven met onze businesslogica. We kunnen bijna nergens vanaf. Dus dan zit je al gauw eigenlijk aan een nieuwbouw te denken. Het is ook een beetje afhankelijk van het type project natuurlijk. Soms is er een bepaalde business case. Een nieuwe markt of een nieuw product. Hè. Denk bijvoorbeeld aan corona, dat mensen ineens denken, hey, we moeten online ook iets. Maar wat je ook vaak ziet, is dat het oude platform niet meer voldoet.
dat het inefficiënt is, veel handwerk. En dan komt er spreekwoordelijk rook uit of het dak is lek en dan moet het vervangen worden. Maar je kunt niet alles in één keer vervangen. En dan is vaak zo'n klant die zoekt van ja, oké, ik moet het vervangen, wat kost het dan? Die zijn ook zoekende, die weten het vaak zelf ook niet. En dan zoeken ze eigenlijk een beetje hulp of advies van joh, wat kost dat dan? En wat is nou de eerste stap die we überhaupt moeten zetten zelf? Ja, dus even voor de goede orde. Ze krijgen dus niet een offerte van 2,5 ton en dan is het af. Wat krijgen ze dan wel? Hoe beginnen jullie daar dan mee met zo'n project? Eigenlijk met vragen wat nou precies de aanleiding is. Wat wil je precies? Waarom wil je dat? Het kan zijn inderdaad dat het een nieuw product is. Het kan zijn een nieuw business case. Het kan zijn het vervangen van. Zij krijgen geen offerte van 2,5 ton. Het is eerder dat wij proberen de vraag andersom te stellen. Wat heb je ervoor over? En wat zouden we daarvoor kunnen betekenen? En levert dat jou ook waarde op, lost het jouw probleem op of vervult het jouw ambitie? Dat is heel agile. En die vraag die stellen we vaak in de eerste fase. En dat noemen we eigenlijk de discovery fase. En dat is het moment dat we dus eigenlijk alle moeilijke vragen stellen. En proberen vooral af te tasten, hè, waar wil je naartoe? Dus qua planning, qua budget, de scope. Wordt het een MVP waar we mee starten? Een minimum viable product? Of wil je misschien wel met een echt een fase 1 volledig gaan beginnen? Of volledig product uitrollen? Eigenlijk alle vragen die we hebben, die stellen we vooral in die discovery fase. En daar kunnen we ook onderzoek doen naar bepaalde oplossingen. De wensen, de lijst van eisen die ze hebben. Met de pakketten die wij moeten gaan onderzoeken, bijvoorbeeld voor ze. Maar wat ik dus begrijp is, het hangt ook heel erg af van hoe je samenwerkt. Of je op 2 ton of 3 ton of op 1 ton landt, ja, uiteindelijk. Ja, 100%. We willen een hele nauwe samenwerking. En eigenlijk willen we dat, vooral aan de klantzijde, dat daar bijvoorbeeld echt een product owner zit, die zich ook zorgen maakt of we binnen budget blijven. En dat het niet alleen maar iets is wat bij ons ligt. Hè. We vinden eigenlijk dat alles een gedeelde verantwoordelijkheid is. Dus het budget bijhouden, de scope en de planning. Eigenlijk alles moeten we samen bijhouden. Echt een samenwerking, een partnership dus. We geven wel alle tools rapportages wat daarvoor nodig is. Maar het is wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Dus als jij niet als klant zijnde bepaalde beslissingen durft te nemen, dan kan het budget natuurlijk gigantisch worden. Wat zijn dat dan voor beslissingen die je kan of eigenlijk moet nemen om zo'n project op de rails of binnen de perken te houden qua kosten? In de discovery fase of voorafgaand? Ja, ik denk allebei. Ik denk voordat je begint moet je denk ik al keuzes maken en een richting kiezen met een project. Om te zorgen dat het wel bij die 2 ton blijft en dat je niet op de 3 of 4 landt. We willen liefst samen de keuzes maken. Dus op voorhand liever niet zelf. Maar we hebben natuurlijk wel nodig, waar wil de business naartoe? Dus je moet in ieder geval een visie hebben van de business waar je naartoe wilt. En dan kunnen wij eigenlijk alle technische vragen vooral ook stellen. Van je business wil dat, maar je systemen die zijn beperkt tot dit. Wat dan? Sommigen die zeggen, we willen graag internationaal. Nou, als we dat weten, dan weten we, oké, alles moet schaalbaar zijn. We moeten het kunnen uitrollen in alle landen. Dan gaan al heel vaak belletjes rinkelen van, dat hebben we. Uit ervaring weten we dat en dat daarvoor nodig is. Dus juist vooral de businessvragen, die moeten helder zijn. En het interne stakeholder management is ook een belangrijke. Wat je vaak ziet als er een nieuwbouwtraject is of een herbouwtraject, dan gaat men polderen. Dan gaat men alle disciplines in het bedrijf vragen, wat zou je nou het nieuwe platform willen? En dat gaat van de supportdesk tot aan finance, tot aan, verzin het maar. Terwijl dat misschien helemaal niet in lijn ligt met het doel of de visie. En daar moet een interne product owner aan klantkant wel hele duidelijke keuzes in maken. Want anders loopt dat budget gigantisch uit de klauwen. Product owner, dat is, dat moet je even uitleggen. Dat is iets met agile, toch? Dat is iets met agile, ja. Product owner, en dat is eigenlijk bij ons al een beetje een gekke term. Want wij zijn in feite leverancier. Hè, we proberen wel partnerships te doen. Maar product owner is de eigenaar van het product. En dat betekent zoveel dat hij van alle stakeholders alle wensen en eisen verzamelt. Vooral ook nee zegt tegen stakeholders. En eigenlijk probeert een product te definiëren wat in lijn ligt met de visie. Wat value levert.
Ja, hoe erg is dat, dat nee zeggen? Want dat triggert me wel. Dat is een van de moeilijkste taken van een product owner, nee zeggen. En ben je daar echt vol continu mee bezig? Of verschilt dat per klant? Dat verschilt heel erg per klant. Wat ik al zei, het is een beetje een gekke rol. Wij zijn natuurlijk nooit zuiver de product owner. Wij hebben dat mandaat niet als ontwikkelpartij. En we zijn ook niet de eigenaar van het product. Die zit aan klantkant. Daar heb je soms hele zuivere product owners die echt de rol pakken zoals ze hem zouden moeten pakken. Maar je hebt ook projectleiders of marketing managers die gebombardeerd worden door product owner. En die niet zo goed nee kunnen zeggen. Vanuit mijn rol bij Enrise, wij proberen budgetgestuurd te werken. Hè. We komen een bepaald budget overheen voor een hoogover scope of de visie, het doel. En alles wat daarvan afwijkt, moet je eigenlijk nee tegen zeggen. En dat is vanuit mijn perspectief een adviserende rol. Dus nou, ligt dat in lijn met die visie? Het kost geld, weet je het zeker. Want het past hoogst waarschijnlijk niet in het budget. Of er moet iets uit, of er moet iets budget bij. Of, nou ja, dat is het spel wat je dan speelt vanuit mijn rol. Ja. Uiteindelijk een nee komt van de klant af. Oh ja, oké. Okay. Dus wij kunnen niet stakeholders managen aan klantkant. Nee, dat is precies, onbegonnen werk. En dan had ik natuurlijk met Pim net eventjes over die aanloop naar die discovery phase. We hebben dat woord genoemd. We hebben nog niet uitgelegd wat zo'n discovery phase precies is. Jij zit als product owner meer in die discovery phase. Dus jij kunt ons nu ook even gauw uitleggen in één zin wat zo'n discovery phase is. Gok ik. Ja. Een discovery phase goed antwoord. Ja. Ja, ja. Discovery phase, letterlijk vertaald, is een ontdekkingsfase. En dat is ook feitelijk hoe je het moet zien. Het is het vooronderzoek om te kijken of je tot de kern kunt komen van wat die klant nou wil. Een soort scope-afbakening. En daar proberen ze goed mogelijk een kosteninschatting aan te koppelen. En in zo'n discovery phase, waar ben je dan eigenlijk de meeste tijd aan kwijt? Is dat informatie verzamelen? Is dat discussies? Dat verschilt heel erg per klant. Maar de rode draad is wel dat je vooral in gesprek gaat. Eigenlijk begin je met interviews. Je gaat gewoon vragen stellen. Alleen maar vragen, vragen, vragen. Je haalt informatie op. Je probeert tot de kern te komen van wat men nou wil of welk doel men wil bereiken. En daar destilleer je dan epics en user stories uit. En dan heb je feitelijk een soort scope. Hij zei epics en user stories. Epics en user stories. We werken dus inderdaad agile. Oh, wat agile. Ik toevallig heb ik wel eens in een agile team gezeten, dus ik weet wat het is. Maar kun je dat heel eventjes uitpellen voor ons? Ja, epics zijn hoog overbrokken functionaliteit. En user stories zijn eigenlijk kleine stukjes functionaliteit binnen de epic. Dus je zou kunnen hebben een epic mijn account. En binnen die epic heb je natuurlijk, je moet kunnen inloggen, uitloggen, registreren, gegevens aanpassen. Zo en, kun je het zien. Nou kom je eigenlijk met zo'n discovery phase, land je nooit op een leeg tekenvel, zeg maar, waar je rustig je schetsje kunt maken. Er is altijd al van alles. Er is van alles gaande. Hè? Ik heb ooit voor een projectleider gewerkt die zei, tijdens de verbouwing is de winkel gewoon open. Nou, ik neem aan dat het bij jullie ook de situatie is. Er draait een webshop, er draait een website. Wat tref je aan... Nou, zullen we het vriendelijke woord legacy gebruiken? Kun je een paar dingen noemen die typisch zijn voor de situatie die je aantreft bij een klant? In veel gevallen is het een combinatie van een oud platform wat niet meer efficiënt is. Wat veel handwerk kost of gewoon niet meer performt op de site. Of men wil een nieuw type product lanceren wat gewoon niet meer in het systeem past. En dat heeft vaak te maken met het feit dat die systemen 2, 3, 4 jaar oud zijn, doorontwikkeld zijn, allerlei pleisterwerk erop gebeurd is. Het is ook wel eens voorgekomen dat het een fusie is tussen twee bedrijven uit het verleden en dat het houtje touwtje opgelost is. Het werkt, maar je kunt er niet mee verder. Nee. Dat is wat je vaak aantreft. Zonder de hele back-office van de klant te vervangen, want dan heb je het over nog veel meer budget, moet je daarin kijken hoe ziet dat landschap eruit en dat moet je in kaart brengen. Dat doet dan het technische deel van het team. Ik probeer gewoon hoog over te kijken welke features moeten erin, welke business value zit erachter en hoe past dat in het nieuwe platform. Ja, je hebt het over het technisch deel van het team. Misschien is dat een leuke om even te vertellen. Wie zit er nou aan tafel in zo'n discovery phase en welke rollen? Want jij hebt daar de leiding in, min of meer.
Pim zit daar ook nog wel bij af en toe, vanuit sales. Ja. En wie zit er daar van de technische kant bij? Probeer er zo min mogelijk bij te zijn, hoor. Dat, dat probeer ik ook voor te zorgen. Nee, het voortraject, het echte intake, de nieuwe klant, wat wil je nou eigenlijk? Dat is dan meestal Pim, ik en de ontwikkelaar. Die proberen we in zo'n vroeg stadium aan te haken, zodat hij een goede context heeft en de achtergrond snapt. Op het moment dat de discovery phase, dat wordt een samenwerking, we gaan echt die discovery phase starten. Dan is Pim eigenlijk af en toe als toeschouwer erbij. Of is met de klant in het kader van relatiemanagement. Inhoudelijk is het vooral ik als product owner en dan één of twee ontwikkelaars. Waarbij je dan, die zou je architect kunnen noemen. Ja, en van de klantkant zitten daar dan ook mensen bij? Ja, dat verschilt dus heel erg per klant. Dat is wel een beetje het standaard antwoord. Ja, dat klopt ook. zoveel mensen, zoveel verschillende Het standaard antwoord is klanten. Dat niks standaard is. Is dat zo, is er een soort van, en dat is eigenlijk mijn vraag aan jullie allebei, is er een soort van standaard N-RISE proces waar je al die verschillende klanten en al die verschillende bestaande situaties en klantwensen in kunt accommoderen? Hebben jullie daar een soort van framework voor? Of is het echt bij iedere project weer kijken van hoe gaan we dit aanpakken? Ik zou het meer leidraad willen noemen. Ja. Kijk, het proces hoogover is altijd wel hetzelfde. Een klant wil iets. Wij doen een voortraject en dan gaan we ontwikkelen. Kijk, softwareontwikkeling, wij doen maatwerk. We zijn geen productschuivers of zo. En dat geldt eigenlijk ook. Moet hij dat ook zeggen? Productschuivers. Ik wil dat niet denigrerend, maar. Ordinaire SaaS-boeren. Ja. Ja, precies. Bij ons komt er eigenlijk overal een stukje maatwerk kijken. Ja, precies. En dat is eigenlijk ook voor het proces met de klant. Er zijn klanten, daar heb je contact met één iemand. En die managt zijn achterban. Die heeft ook vaak het mandaat. Maar er zijn ook klanten, dan zit je met 10 verschillende mensen, 20 verschillende mensen. Ja. Van elke afdeling wel eentje om te specificeren wat je wilt. Het hangt ook een beetje van de grootte van het bedrijf af natuurlijk. Ja. Maar in essentie probeer je wel een beetje hetzelfde proces te volgen. Ja. Nou, want ik had het net heel even over SaaS. Dat komt omdat ik daar die vraag brandt op mijn lippen. Want N-RISE doet in principe inderdaad projecten waar altijd een stuk maatwerk bij komt kijken. Hoe verhoudt dat zich tot een wereld die in een rap tempo aan het versazen is? Eigenlijk is alles is tegenwoordig een subscription, toch? Zeker. Ja, je ziet heel vaak zie je het voorbij komen. We worden ook heel vaak in het voortraject wel eens naast een SaaS-oplossing gevraagd. Dus dat ze in ieder geval, hè, bijvoorbeeld voor de directie of iets anders, kunnen aanbieden van nou, we hebben twee oplossingen. We kunnen maatwerk of in ieder geval een groot stuk maatwerk doen met een standaard product. Of we kunnen voorzichtig proberen met een SaaS-oplossing. En vaak zie je, dat komen we heel vaak tegen. Dus wanneer bedrijven bijvoorbeeld een nieuwe business case willen gaan proberen te valideren, dan kiezen ze meestal voor SaaS. Het is een veilige keuze. Hè. Je kan meteen starten. Lage investering. Alleen het is wel vaak heel veel concessies die je moet doen. Want het sluit nooit aan op de business die je voor ogen hebt. En dat is soms in die eerste fase ook helemaal niet erg. Hè. Dus dat ze denken van nou, dan doen we gewoon SaaS. En dan nemen we heel veel dingen die we niet kunnen, nemen we maar voor lief. En vaak komen ze dan later, hè, als dat even nog gevalideerd is, een half jaar later of een jaar later, komen ze wel weer terug en zeggen ze, nou, het is oké, okay. Jullie hadden het al gewaarschuwd, we zijn er tegenaan gelopen, ja. We hebben klantenbestand kunnen opbouwen ermee, we hebben het kunnen valideren en we gaan het nu doorzetten. En dan komt er vaak een groter traject, dus echt wel meer onderzoek naar wat dan, hè? Dus welk pakket sluit dan aan en hoeveel maatwerk hebben we nodig. Ja, en dan ben je eigenlijk, het zou het zomaar kunnen zijn dat je dan efficiënter met je budget bent omgegaan dan als je meteen was gaan bouwen. Ja en nee. Kijk, het liefst zitten wij natuurlijk voor de lange termijn erin. Dus wij hebben echt wel een blik op de horizon. En wij weten dat het zonde van je geld is om te gaan starten met SaaS. Want dat zijn ook niet de allergoedkoopste oplossingen vaak. Dus ja, dat budget zouden we ook kunnen besteden aan een eerste MVP misschien wel. Alleen duurt het wat langer omdat je moet ontwikkelen. Michel, dat is ook wel een van de doelen van de discovery phase. Daar kan namelijk ook uitkomen, dat is ook wel eens gebeurd, dat wat die klant wil, dat daar een pakket voor is of een SaaS-dienst die daarin voorziet. Dan gaan wij geen maatwerk aanbieden. Dan zijn we ook eerlijk voor, joh, er is een standaard platform voor. Meestal is het andersom dat dan het management iets gehoord heeft over een SaaS-dienst of een platform. Daar zit alles toch al in. En dan ga je dieper die business in. Hoe werkt jullie business nou precies? En dan kom je erachter, daar voorziet dat maatwerk niet in.
En een standaard product aanpassen is over het algemeen duurder dan het from scratch bouwen. Oké. Nou, nou hebben we het al een paar keer gehad over wat de klant wil, het businessmodel van de klant. Kun je daar wat voorbeelden van geven? Wat is nu in e-commerce eigenlijk het ding wat iedereen wil? Zit dat op businessmodel veranderingen of zit dat op interne processen of is het user experience? Wat is... Allemaal. Alles. Ja, je ziet veel met abonnementstructuren nu. Hè? Dus dat ze willen gaan experimenteren om die klanten meer te kunnen behouden, meer service te kunnen verlenen. En daar te zeggen, van, nou, we stappen over naar een abonnementsmodel, waardoor je dus meer een vaste klant wordt. En op vaste momenten eigenlijk producten afneemt. En daardoor ook meer service kan verlenen, gratis verzendingen of cadeautjes of spaar, loyalty en dat soort zaken. En daar hoort natuurlijk ook een stuk extra technologie bij. Hè? Dat zit niet vaak standaard in een e-commerce pakket van hey, zet even de abonnementenknop aan. Dus dan moet je echt wel weer dan terug naar de rekentafel en gaan nadenken van hoe dan? Hoe gaan we die abonnementen servicen daarin? Ja, de aanleiding is vaak wel verschillend. Hè, dat het systeem valt bijna om of het performt niet meer of verzin de redenen maar. Dan is dat de aanleiding voor het project, maar dan probeert men natuurlijk ook in dat nieuwe platform allerlei nieuwe proposities te implementeren of nieuwe producten of loyaliteit is natuurlijk heel belangrijk. En het is ook wel eens dat bijvoorbeeld hele grote bedrijven die B2B zijn, die dan op enig moment wel een B2C kant zien. Ja, gewoon, absoluut. En dan is dat de aanleiding. Ja. In essentie is het dan alles. Het moet technologisch verbeteren. Toekomstbestendig is een heel hip woord op dat vlak. Schaalbaar. User experience natuurlijk. Dus uiteindelijk is het alle drie. Maar de aanleiding is vaak verschillend. Uiteindelijk wil je dus alles. En dan kom je weer terug bij dat budget en dat keuzes maken. Maar dat is het. Precies. Ja. Ja, nou kijk, zo'n discovery fase helpt je ook intern. Hè? Dat zien we ook nog wel. Is dat er toch een e-commerce manager of een projectmanager of iemand op pad wordt gestuurd. Maar die krijgt dus gaandeweg het project ook heel vaak weer nieuwe vragen vanuit de business. Van, oh ja, doe dit er ook nog even bij. En doe dat er ook nog even bij. En ja, dit zijn we vergeten. Maar kun je dit ook nog proberen erin mee te nemen? Want het zal wel niet zoveel werk zijn. Zo'n discovery fase kadert ook heel goed af van waar de grenzen liggen. Dus het helpt jou ook intern om tegen alle collega's of misschien wel leidinggevenden te zeggen van ja, maar dit is niet de afspraak. We hebben dit in de discovery fase gedefinieerd. Als we willen dat we binnen budget blijven, dan moeten we ons ook aan deze scope gaan houden. Of in ieder geval in grote lijnen aan de scope houden. En dan kunnen we niet constant nieuwe functionaliteiten blijven toevoegen. Is dat waar je begint? Is dat het belangrijkste als je met een project begint? Is dat misschien zelfs wel belangrijker dan vooraf denken van nou, dit wordt ongeveer het budget? Ja. Wat willen we nou eigenlijk? Ja, want het is onderdeel van de discovery fase. Je budget is echt onderdeel van gesprek op dat moment. Dus, en dan moet het ook nog wel flexibel zijn, vind ik. Dat je dus ook zegt van nou, we hebben een budget range bijvoorbeeld. En daar gaan we naar kijken. Wat kunnen we in die range gaan bouwen? En zelfs de discovery fase is ook een range. Hè? Je vroeg net ook of we daar echt dat vaste framework voor hebben. Ja, we hebben er wel redelijk wel, we hebben er goede processen voor ingericht. Maar ja, de ene keer kost een discovery fase €7.500. En de andere keer kost die misschien wel met een nulletje erachter, €75.000. Dat zou maar zo kunnen. Het hangt er vanaf hoe groot je vraag is en hoeveel tijd je ook hebt en bereid bent om onderzoek naar te doen. Dus we weten helemaal niet precies wat jouw nieuwe e-commerce platform gaat kosten. Het gaat om je visie. Je moet eerst weten wat je nou eigenlijk wil. En dan pas kunnen we het over budget hebben. Dit was NRIS Business Talks. We zien je bij de volgende.